Goedemorgen, je kijkt naar de weerswachting van weerplaatsen.nl. De satellietfoto laat slechts enkele wolkenvelden zien, maar er zitten ook nog laaghangende hangende wolken in het noordoosten en oosten. Dat gaat wel in de loop van de ochtend oplossen, en daardoor hebben we in de loop van de ochtend op steeds meer plaatsen zonneschijn, met in het noordwesten en zuidoosten al volop zon. Temperaturen halverwege de ochtend 17 graden, vanmiddag wordt het dan 20 tot 22 graden, en ook dan hebben we nog flinke zonnige perioden. Slechts zeer lokaal groeit een stapelwolk uit tot een buitje. Staat ook nog eens weinig wind, dus al met al een, een prima dagje, denk ik. Vanavond ook droge omstandigheden. Temperatuur daalt dan weer tot rond 16 graden. En dan gaan we naar het weekend weer, en dat ziet er voor zaterdag eigenlijk prima uit. Opnieuw flinke periode met zon en hogere temperaturen dan vandaag, 22 tot 26 graden. Pas in de loop van de avond neemt de kans op een bui toe. Dus uh, dat is uh, voor latere zorg. Zondag verwacht ik meer buien, misschien al vroeg in de ochtend. Daarna een droge periode waarin het warm gaat worden, 25 tot 31 graden. En dan later op de dag neemt de kans op onweer toe, misschien pas laat in de avond. De zondag is nog erg onzeker. De maandag niet. Dan is het wisselvallig. Bij Michiel Severin van weerplaza.nl.